Ben je de weg kwijt, dan wijs ik jou de weg. De wijze, wijze weg. Altijd maar rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. En voordat je het weet, ben je thuis van de Sint. Wat hoor ik daar? Wie zingt er hier? Wat doe jij hier beneden? Ik heb mij verscholen, want er kwam een windje aangevlogen. Ik ben Zangpiet. En ik kan mij niet veroorloven een verkoudheid te krijgen, net nu de Sint mij het meest van al nodig heeft. Nee, de Sint heeft mij het meest van al nodig. Ik ben wijsweg, Piet. Ik wijs de wijze, wijze weg. Blind leid ik de Sint. Dat kan allemaal wel goed zijn, maar ik hou het refrein in de gaten. Ja? Zodat het niet te vals klinkt als de Sint gaat slapen. Maar zeg, als jij naar de Sint gaat en ik ga naar de Sint, waarom gaan wij dan niet samen? Hé? Het is rechtdoor en dan rechtdoor. Altijd maar rechtdoor. Het is een hele eer om met u te mogen meelopen, rechtdoor. Ja. Zeg, neur jij altijd als je niet praat? Ik kan het neurien niet laten. Da-di-di-di-da-di-di-dam. Da-di-da-di-da-di-da-dam. Piet. Oké. Jullie hebben me de weg naar het kasteel van de Sint gewezen. Maar wat nu? Waar vind ik Piet, zodat ik de enige echte Sinterklaas word? Denk na, blauw Sint, denk na. Verzin een list, zodat je eindelijk je zin krijgt. Maar die chocoladesaus is heerlijk. Mijn motto luidt namelijk, niks is zo lekker als lekkere chocoladesaus. Chef kok keukenpiet. Meester Piet. Sinterklaas vraagt of je voor... Maar Sinterklaas vraagt dus of je voor hem wat heerlijke limonade zou willen maken. Zijn keel is een beetje droog van het vele praten met alle pieten die zich komen aanmelden. Ja. Een heerlijke limonade ga ik maken. Ja. Ik heb nog een recept van een overgrootvader. En die had een stem als een klok en die dronk dat mengseltje dagelijks. Mijn appelsine. Ja. Goede keuze, Sinterklaas. Ja, ja. Dan heb ik nog een aantal leuke oefeningen voor u en onze Pieta. Hopla. Benen omhoog. Ja. En even lekker zakken. Ja. 1, 2, armen open. Hopla. En lekker bewegen. Ja, ja. Alles soepel. Het zijn interessante oefeningen voor de conditie van mijn pieten op peil te houden. Lekker fit blijven. Ja, absoluut. Ja. Zo, genoeg gehuppeld, Sinterklaas. En limonade. Alsjeblieft. Ja. Dit is heerlijk. Dit is superbe. Dit is formitastisch. Dankjewel, Sinterklaas. Chef-kok Keukenpiet, jij bent een held. Ja. Zang! Daar moet het zijn. Daar is de werkkamer van Sinterklaas. Ah. Dan zullen we eens kloppen, van klopper de klopper de klop. Zeg, gedraag je een beetje, neef. Oh. Ik doe wel open, Sinterklaas. Een held? Wat heb je dan in dat drankje gedaan? Sinterklaas, gezondheid. Oh, dit is geen veilig cadeau. Wat was dat? Hoor ik daar de knallen van de in mijn blauw Sint speelgoedfabriek gemaakte knaldozen? Wat een heerlijk speeltje voor de kindjes. Wat goed dat mijn speelgoed al aangekomen is in het kasteel. Zo, jonge vrienden. Wat drijft jullie naar hier? Zoek naar een beetje werk. Wel, ik heb nog een baantje vrij in de poetsafdeling.
En ook eentje in de motorruimte van het schip dat ons naar Vlaanderen voert. Poetsafdeling? Motorruimte van een schip? Dat is heel juist, ja. Maar excuseer, hooglijke Sint. Mijn naam is Wijsweg Piet. Ik wijs u de weg, de wijze weg. Ja, en ik ben Zangpiet. En ik ben hier om u en alle Pieten en de mensen tijdens hun zingen te begeleiden op de tocht naar Vlaanderen. Excuseer, dat wist ik niet. Nee. Ik ben erg blij met jullie komst. Ik zal jullie zeer hard nodig hebben de komende dagen. Hè? Oh ja, een Wijsweg Piet die mij rechtstreeks naar mijn doel leidt. Blind, hè, Sinterklaas? Zeker. En een Zangpiet die de hemelse klanken uit duizenden kelen in goede banen leidt. Nee. Jullie zijn door de hemel gezonden. Jullie zijn aangenomen. Het Sinterrijk ligt nog maar enkele meters van mij vandaan. En dan zal me eindelijk toekomen wat mij toekomt. De sinterlijke macht. En de liefde van het hele volk. Oh, nog even. Nog heel even.